Heeft op de golfbaan een golfbal tegen zijn hartjes aan gekregen. Zo is dat spreekbaar, spreekt wel warm taal. Weet niet wat er gebeurt. Dan is tegen de linkerkant van het hoofd aangeraakt. Dus dat is echt wel afgekeken. Oké, check. Golfbaan weet ik wat te vinden. Ik ook. 83 onderweg. 180 onderweg. Melding van een persoon die een golfbal tegen zijn hoofd aan heeft gekregen. Mogelijk een neurologisch trauma. Dus dat klinkt wel ernstig. Beetje dezelfde als we toen straks hadden. Waarschijnlijk. Dus misschien wel een verwarde spraak en zo. Door een bloeding of iets. We gaan er even wat gas erop gooien. Maar uiteraard wel veilig waar het kan. En snelheid eruit waar we geen overzicht hebben. Rechts staat stil. Moeten we dadelijk ook even opletten dat we niet botsen met de 108, want die is ook gekoppeld. Kijk, aanspreekbaar. Een soort van AFPU, maar ik weet niet helemaal wat het AVP. 108 ter plaatse. Nou, die is heel snel. Hem ook op te plaatsen. Oh, oké. Pistool, waar is het? Het is verderop op de baan, wat ik begreep. Oké, ik ga je wel even. Lekker de golf aanslopen. .381 is dat gras voor mij begaanbaar, weet je dat? Ik zit niet vast in ieder geval, dus het is heel... Ja, zeker, doe maar. Als je niet het zand pakt, dan heb ik hier denk ik een meneer zitten die mogelijk wel is. Ik ga alvast even kijken bij hem. Ik save hem even, anders is hij dadelijk weer weg. Als jij meteen al je spullen pakt, dan pak ik even niks. Hallo meneer. Oh, hallo? Hallo. Oh, hallo. Hallo. Hi. Ik zal me even voorstellen, ik ben Wim. Hey. Wim. Hi. Hi. Wat is je naam? Tim. Tim. Tim, wat is er gebeurd? Nou, ik was aan het golven. Ja. En dat is het enige wat ik me kan herinneren. Oké, goed. En als ik naar je hoofd kijk, wat zie ik dan? Ogen. Oh, dat is heel goed. Even out of character, wat zie ik aan jouw hoofd? Even kijken, en boven de slaap van de linkerkant zie jij een wondje, een beetje bloeden. Mm. Is overigens zelf verbonden. Oh, iemand. Heeft iemand al verbonden? Ja, okay, maar die had een afspraak. Oh, die is weg, zei hij. Ja. Handig man. Die heeft dat goed gedaan in ieder geval. Komt het bloed er wel doorheen? Ja, okay. Duidelijk.
Goed. Heb jij moeten braken, Tim? Niet dat ik zie. Niet dat u ziet. Ben je buiten bewustzijn geweest dan? Ik weet het niet. Weet u niet. Ik weet het niet. Weet u allemaal niet. Dus, u was aan het golven en u zit hier. Ik zit hier. Oké. Ik zou de brancard niet meenemen op het zand inderdaad. Nee, maar 40 gras moet op zich wel lukken. Ik heb schepbrancard ook mee. Oké, man. Hey, Tim, we gaan even wat kleine controles bij je doen. En gezien het toch wel een flinke wond lijkt te zijn en jij je niet meer herinnert wat allemaal is gebeurd, gaan we jou sowieso even insturen naar het ziekenhuis. Dat mag gewoon, of dat gaat gewoon met onze ambulance gebeuren. Met mijn collega hier, zo, dat is Chris. En dan kijken ze daar even verder, ja? Oké, ja. Goed. Wij hadden doorgekregen dat jij een iets wat verwardere spraak had, maar dat merk ik op dit moment niet. Had je dat wel? Weet niet. Weet je niet? Nee. Oké. Okay. Zijn er dus geen omstanders meer bij? Nee, die zijn er niet. Oké, okay, dat is altijd handig. Als ze de volgende keer tegen jou zeggen van hé, wij moeten er vandoor. Ik hoop niet de volgende keer dat het voor je gebeurt, maar het is altijd handig als ze toch even bij blijven. Ik zou je niet zomaar alleen laten. Oké. Okay. Ja, ik denk dat ze het niet zo erg vonden. Nou ja, het kan toch erg zijn en je ziet dat niet zo snel op 5 seconden. Jij mag met beide handen het geven en dan mag je eens even knijpen, links en rechts. Oké. Okay. Knijp maar eens links, zo hard als je kunt. Geen pijn doen alsjeblieft. Ja, dat is meer dan genoeg. En rechts nu. Oké. Okay. Goed. Zo. Jij knijpt rechts wat zachter, Tim. Ja. Ja, was dat al? Weet je dat? Hoe moet ik dat weten? Nou, misschien ben je bekend met krachtsverlies al aan je rechterhand of zo. Niet dat ik weet. Niet maar... dat je weet. Heb je ook nooit last van gehad met dingen optillen of zo, denk ik, hè? Nee, nee, hij heeft niet. Nee. Goed. En jouw mondhoek zie ik daar wel aan? Nee. Nee. Voor nu lijkt MMT mij niet nodig. Ik pak mijn monitor van de collega even. Dan doen we even wat controles. Ik meet je bloeddruk en je hartslag. En dan gaan we even. En dan gaan wij even naar het ziekenhuis. Oké. Okay. Nou Chris, je zag het, dat krachtsverlies rechts. Beetje. Niet heel spannend. Yes. Misschien dadelijk even in de ambulance nog een infuusje erin. Mag je doen anders. Hebben ze die in het ziekenhuis al en dan even insturen voor een scan. Ja, moet ik anders even... Ik denk dat Maastad het makkelijkst is. Is dichtbij. Ja, ja, zeker. Bel jij of bel ik? Bel maar. Oké, A2 denk. Doe maar een... Ja. Doe maar een eentje. Oké, en we... MK vroeg nog wel of MMT nodig was. Ik heb gezegd dat het niet nodig was. Zeker niet. Nee, heel goed. Oké, okay, ik ga even voor je bellen. Hè? Yes. Waardes. Spannend, niet spannend. Aan het typen waarschijnlijk. Ja, maar goed man. Ben je geschrokken, Tim? Ik ben het vaak, ik vind het wel eng, dat ook niet dat ik het weet, dat ik het niet meer weet. Dat is het wel... Kan misschien nog terugkomen, maar het kan ook zijn dat je iets van een... of een hersenschudding hebt, ik weet niet, was het echt een balletje? Ja, dat weet je trouwens helemaal niet meer, hè? Nee, ja, een golfbal. Ja, dat weet je wel nog. Ja, een golf, ja, dat is, lijkt mij in ieder geval. Ja, ja. Het kan niet zijn dat jij... volledig ben neergeslagen door iemand en tot die toen is weggerend of zo? Tja, dat weet ik niet. Lijkt me niet, maar... Nee. Gezien het trauma, dat is toch wel echt een flinke wond. Want het bloedt door het verband al heen. Oh, en, is dat erg? Ja, nou ja, het bloedt dus wel. En dat, ja, dan is het of een heel hard... of ze hebben echt een heel hard geslagen met dat golfballetje. Of er is toch iets anders geweest. Maar dan moeten we in het ziekenhuis even gaan onderzoeken. Ja. Het kan een hersenschudding zijn of iets dergelijks, misschien kneuzing. Het kan misschien ook wat ernstiger zijn. En dan spreken we misschien al van een kleine bloeding die in het hoofd op dit moment zich afspeelt. En dat is ook de reden dat wij zo meteen wel even met zwaailicht en eventueel sirene even naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan.
Ja, oké. Ik weet niet of dat van belang is, maar ik heb ook heel erg hoofdpijn. Ik weet niet of dat... Ja, nee, dat is... Dat kan ook weer door verschillende redenen, hè. Door eventueel de klap, door een eventueel bloedingje, of door een kneuzing of schudding van de hersenen. Ja. Dus dat is eigenlijk, dat sluit nog niet meer uit dan dat het al deed eigenlijk. Nee, oké, want ik heb ook een beetje licht in mijn hoofd en een beetje duizelig, maar ik weet niet of dat heel ernstig is. Ook dat soort klachten, dat zijn, hoort er allemaal bij. Je bloeddruk is verder goed en je hartslag is iets hoger dan, ook de vraag of je was geschrokken. Krijg je zo meteen een prikje van ons, maar dat doen we even achterin en dan gaan we naar het ziekenhuis. Oké, ja. Ik vertrouw jullie. Nou, gelukkig maar. Ja, normaal doen we frietjes bakken en zo, maar nu vroegen ze ons of we op deze auto en busje konden rijden, dus ja, dat doen we dan maar gewoon. Is dat... doen jullie dat nu ook, of is dat alleen dan? Nou ja, ik geloof dat het frituurvet wel klaar staat achterin, maar voor de rest... Houden we ons nu bezig met u. Een frietje vind ik op zich niet erg. Nou ja, misschien kun je onderweg nu een frietje pakken. Hé, hey, wij gaan jou begeleiden naar de brancard, want die kan hier niet in het zand staan, dus we moeten wel even daar naartoe lopen. Maar dan meneer, denkt u dat lopen gaat lukken? Ja, ik denk het wel. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar... We ondersteunen u sowieso even aan beide kanten. Oké, hou er rekening mee dat rechts misschien al wat moeizaam gaat met lopen. Yes. Dan gaan we staan bij 3, oké? Oké, ja, is goed. 1, 2, 3. Ja. Ja. Ik hou me stevig vast. Lopen we naar gaat dat? Ja, gaat. Ik voel me nog niet een beetje licht in mijn hoofd, maar niet ernstiger dan normaal. Dat heb ik altijd wel. Je kunt gewoon op de zijkant van de brancard gaan zitten. Ja. Zo. Even een collega van jou, Maas, dat is verder op de hoogte. Ja, ontvangen. Rockstar Editor doet het niet meer. Dus dan moeten we even zo de screenshots maken, dat is wel jammer. Ziekenhuis? Ja, vast wel eens een keer van gehoord, maar ik kom eigenlijk niet uit de buurt. Dat is eigenlijk... Oh, dat is eigenlijk een paar straten verderop. Oké. Dus daar gaan we u even naartoe brengen. Ze zijn op de hoogte. Heeft u verder ook nog iets van familie of zo wat ik op de hoogte moet brengen? Ja, mijn zoon. En heel veel beterschap, hè? Ja, dank u wel, zelfde. Dank u wel. Zelfde. Ja. Wat zeg je? Oké, duidelijk. Ondertussen gaat hij dood. Onderweg trouwens een beetje. Nice. We hebben een soort reanimatie. Ik ga MKA inlichten. Yes, is goed. Yo, tot de volgende. Laatste melding, tot zo. Moet je er wel zijn. Zeer belangrijk. User joined your channel. Microphone activated. Ja, ter plaatse gekomen. Veel eigenlijk, ja, aan de ene kant van mij. Goed en spreekbaar. We gaan verder onderzoek doen in het Maastricht ziekenhuis. Hij gaat de 108 nu wel onder een A1 naartoe over. Ja, voor nou moet 3-1-8 geslepen weer terug. Microphone muted. Ja, is hij zijn brancard nou vergeten? Ja, nee, die kun je niet achter een ambu zetten, maar die kun je wel verwijderen, maar dat heeft hij niet gedaan. Maakt niet uit. Wij gaan naar de laatste melding. Of ja, die hebben we nog niet. Maar hij zei al, daar moet je bij zijn. Dus wellicht gaan we die van hem krijgen dadelijk. De burger dan. Verwijderde jij die brancard?